Heb je soms wel het gevoel dat je gewoon niet tevreden bent hoe bepaalde dingen verlopen? Dat je niet gelukkig bent in het moment en dat je niet even weet wat je met jezelf of met het leven aan moet? Dan is het goed om even een momentje voor jezelf te nemen en eens goed naar jezelf gaat kijken. Wie ben ik? Wat zijn mijn passies? Wat zijn mijn sterke punten en wat zijn mijn zwakke punten? Wat zou ik graag in mijn leven willen veranderen? En hoe kan ik een beter mens worden? Dit zijn allemaal vragen die we aan onszelf kunnen stellen. Dagelijks zijn we druk bezig met verschillende dingen. School, werk, vrienden, maar we vinden onszelf ook belangrijk. Hoe we eruit zien en hoe we ons gedragen. We geven onszelf heel veel aandacht. Dit is totaal niet erg, maar dit kan wel vermoeiend zijn. Helemaal als je onzekere periodes hebt. Maar onthoud dit, niemand is perfect. Maar je kan jezelf wel een beter mens maken en gelukkig met jezelf zijn. Hiervoor heb je niet per se andere mensen voor nodig. Hou van jezelf en zet jezelf op de eerste plaats. Misschien ben je op dit moment niet tevreden hoe bepaalde dingen in jouw leven verlopen. Doe er dan wat aan. Het is nooit te laat voor verandering. Wees eerlijk tegenover jezelf. We zijn allemaal mensen met gevoel, onzekerheden, fouten en twijfels. We zijn allemaal gelijk. En het is niet erg om een keer een andere keus te maken. Gaat er iets niet zoals gepland, accepteer het en bedenk eventueel wat je de volgende keer anders of beter zal doen. Je bent wie je bent, maar toch zal je niet dezelfde persoon zijn als gisteren. Leef met de dag en geniet van elk moment. Je kan gebeurtenissen toch niet veranderen. Wat gebeurt, dat gebeurt. Maar, wat zou jij doen als je een bepaalde dag kon herbeleven? Om nog even terug te komen op de vraag die ik zojuist heb gesteld. Er is vandaag op 20 april een film in de bios uitgekomen, namelijk Before I Fall. En die film gaat over zelfreflectie en dat niet alleen, want de hoofdpersoon maakt steeds dezelfde dag mee. En door dat reflecteert ze op zichzelf en gaat ze kijken wat ze beter kon doen om bepaalde situaties te voorkomen. En wat ook heel leuk is aan die film is dat een van mijn favoriete online personen erin speelt. Namelijk een YouTuber genaamd Kian Lally. En dat maakt de film vele malen leuker. Ja, ik zal de trailer hier in de beschrijving zetten. En man, ik heb oprecht met die film moeten janken. En dan denk je van waarom? Maar het einde is iets wat je niet zou verwachten. Ik ga verder niks over die film zeggen. Je moet hem zelf maar gaan kijken. Ik denk dat ik hem nog een keer ga kijken. Want hallo, Kian Lally. En ik ben best wel benieuwd of jullie aan zelfreflectie doen. Sommige mensen vinden het nergens op slaan. En die denken, ja, joh, wat boeit het me? Ik ben gewoon een persoon, ik leef mijn leven en ik denk er niet bij na. Maar ik vind het zelf wel fijn om er af en toe bij stil te staan wat er allemaal is gebeurd, wat ik van bepaalde momenten kan leren en zo een beter mens te worden, want ik wil wel het beste uit mezelf kunnen halen. Ik hoop dat ik jullie met deze video heb geïnspireerd en dan zien jullie mij de volgende keer weer. Doei!